Je hebt hem ook wel eens zien voetballen in België? Of? Ja, ja. Hoe was dat? Ja, hij kon aardig ballen. En hij is nog steeds populair in Lokeren, toch? Ja, ja. We zien hem graag. Heel aardige jongen. Oh, wat heb ik die stad onveilig gemaakt, zeg. Jongen, jongen, jongen. Oh, oh, oh. Goed, hè? Ja. Dat was ook niet goed. Dan kwam ik de volgende dag op de training. En dan, je gaf iedereen een hand, hè? Ja. En dan gaf ik die eerste een hand. En die kijkt mij aan. Die denkt, wat is dit? En dan gaf ik die tweede een hand. En die derde een hand. En die begon te lachen. En die vierde een hand. En ik denk, wat is er nou toch aan de hand, joh? En ik kijk in de spiegel. Had ik met een meid in bed gelegen die helemaal onder de glitters had gezeten. Dat was toen in. Ja. En mijn hele kop zat onder de glitters. Mijn borstenharen, alles. Ik glom als een idioot. Ja, maar dat deed ik dan wel uit bed gelijk naar dat trainingsveld. Ja. Ik poetste mijn tanden niet. Nee. Maar hup. Dat waren incidenten. Het was half tien was het trainen. Het was die voor half tien opstaan voor mij. Ja. En hup. Maar dat was een incidentje, neem ik aan, dat je met een dame in bed daar... Ja. Ja. Nou, ik kwam toen vaak bij René. Ik was daar kind aan huis, want bij René kon je altijd een leuk verhaal ophalen. En dan kwam je bij die club en er stonden er altijd van die meisjes te wachten. En dan deed René het raam open van de auto. En dan zei zo'n meisje, mag ik u trekken? En dan zei René, ja, maar dan bedoelen ze een foto maken. Oké. Ja. Nee, ik probeer me nou voor te stellen dat je dit programma niet kent. Je valt er voor de eerste keer in. Ja, dus je hebt nu een kwartier zitten kijken. Je denkt, wat is dit voor programma?